Goeiedag, kijkers en volgers op YouTube en welkom weer bij Goud en Muntpunt. En ik had het in het vorige filmpje eigenlijk al een beetje aangekondigd dat ik het met jullie over crypto wilde gaan hebben, wat uitgebreider over crypto wilde hebben. Nou ja, dat is een beetje naar de achtergrond geschoven vanwege het meest belangrijke nieuws, hè, waarvoor ik ook dit YouTube kanaal ben begonnen, hè, om jullie het laatste nieuws over zilver en goud mee te geven. En dat is natuurlijk de goudprijs. De goudprijs die weer een nieuw all-time high heeft aangetikt van 67,5. Afgelopen nacht is dat gebeurd. Hij is weer ietsjes teruggeplooid, maar hij staat nog altijd erg hoog. Hoog in de 66 tegen de 67 aan. Wat is hier de reden van? Is het zo dat wij met z'n allen het geloof in de euro en de dollar beginnen op te geven? Is er een crash aanstaande van de euro en of de dollar? De officiële lezingen zijn als volgt. Er wordt gecommuniceerd in het nieuws dat de renteverlaging nieuws vanuit de Verenigde Staten een oorzaak is voor het stijgen van de goudprijs. Dat de nog steeds voortslepende oorlog in de Oekraïne een hele grote aandeel heeft in de goudprijs. Omdat er natuurlijk hele vervelende toestanden zijn. Er wordt dreigende taal geuit. We zitten op het randje van een nucleaire oorlog. Dus dat maakt mensen ook altijd wel wat bangig. En ja, hebben mensen iets van oké, dan ga ik wat meer in goud zitten. Maar ook de vraag naar goud vanuit China blijkt enorm te zijn. Dat schijnt dus ook een reden te zijn voor de stijging van de goudprijs. En wat ik dan wel heel grappig vind, is dat ik eigenlijk zie dat de particulieren, jullie dus, dat die interesse er niet is. Goud is aan het stijgen en dat is ook niet echt een heel goed moment om in te kopen, maar je kunt daardoor ook de boot missen. Want stel, goudprijs stijgt verder dan 70, 75, dan denk je misschien bij zo'n, jeetje, had ik maar op 66, 67 wat goud ingekocht. En het is altijd een lastige om dat uit te leggen, want ik zie heel vaak dat mensen bij een daling niet kopen omdat ze denken van hij kan nog verder dalen. En bij stijging niet kopen omdat ze zoiets hebben van ja, hij zal toch weer terug moeten zakken. Maar als je kijkt naar mensen die dit kanaal al volgen zo'n 3-4 jaar en in die tijd goud hebben gekocht op een goudprijs van, laat ik hem even ruim pakken, tussen de 48 en de 51 euro per gram, waar die goudprijs nooit meer, althans, niet dat ik daarin geloof, nooit meer terug gaat keren. Die goudprijs gaat echt niet meer naar de 48 euro per gram. Die mensen hebben dus een fantastisch rendement. En dat rendement kun jij ook halen als jij nu goud koopt en het over een aantal jaar ziet wat de goudprijs heeft gedaan. De goudprijs laat gewoon al 50 jaar lang zien dat we een stijging mee mogen maken, een rendement mogen beleven op de goudprijs van 9 à 10% per jaar. Nou, dat is best een leuk rendement. Maar ik wil eigenlijk met jullie wat grafiekjes gaan bespreken. Dus ik wil jullie uitnodigen mee achter mijn computer. En dan gaan we het er eventjes wat verder over hebben. Nou ja, ik ben inmiddels achter de computer gaan zitten. Ik zal even, ik zit hier op een Engelse site. Ik zal hem even op euro zetten. En dan zet ik hem ook even op grammen. Dat vind ik wat prettiger. En dan begin ik met jullie met de grafiek van de laatste 3 maanden, waarin je ziet dat die vanaf januari tot en met eind februari redelijk, met een paar fluctuaties, redelijk stabiel blijft. En dan zie je eigenlijk vanaf, even kijken wat dat is, ja, eind februari, zie je in één keer die enorme opwaartse beweging, stukje relatief vlak en dan weer, nou ja, het is eigenlijk zo goed als, in nog niet eens, even kijken, nou ja, het is ongeveer een maand, hè. Van eind februari tot begin april zitten we op ongeveer een maand, zien we een enorme opwaartse beweging van de goudprijs. En dat is best wel een stevige beweging van de goudprijs. Dan zal ik hem eventjes op een week gaan zetten. Ja, dat ziet er een beetje komisch uit, want deze flatline, dat zijn de paasdagen. En in de paasdagen heeft de markt natuurlijk stilgestaan, dus die mogen we eigenlijk niet meetellen. Maar ook in deze grafiek kun je heel duidelijk zien de opwaartse beweging vanaf, 26.3. Piekje hier, piekje daar,
maar echt eigenlijk een constante opwaartse beweging. En als we dan zeg maar die flatline weghalen en we kijken weer gelijk wanneer de markt geopend is, dan zien we toch weer een forse stijging en dan een iets plooitje terug. Maar dat zie je hier ook. Je ziet hier ook een piek, plooitje terug, vervolgens weer flink omhoog. Hier zie je het ook. Piek omhoog, plooit iets terug, krabbelt redelijk omhoog om uiteindelijk nog hoger te gaan. Dus het ziet er echt naar uit dat goud een spurt aan het maken is. En dan zal ik hem eventjes op vandaag zetten. Nou ja, vandaag laat het eigenlijk nog duidelijker zien dat we echt te maken hebben met in één dag tijd een flinke opwaartse beweging van de goudprijs. Nou ja, die blijft dan vandaag verder dan redelijk stabiel. We zitten nu op 67. Even kijken dat ik het goed zeg. 67. Hij is iets in de 96 teruggeplooid. 66, 94, 8. En op het hoogste punt vannacht zaten we op 67. Ik weet even niet wat ik die gelaten heb. 67, 5. 67,5. Een correctie zie je altijd. Op het moment dat de goudprijs best wel flink stijgt, zie je hem altijd iets terugpluien. Ik zal het staartje van de week er nog even weer bij pakken. Nee, sorry, die van. Zal ik hem eens van de maand pakken? Kijken wat hij daarin laat zien. Nou, dan laat hij een iets rustigere lijn zien. Voornamelijk in dit stuk. Maar ik wil eigenlijk met jullie hebben over de pieken en de dalen. Wat je eigenlijk het beste. Is dat in de week? Ja, in de weekgrafiek kun je het beste zien. Flinke piek, iets terug. Om vervolgens nog hoger te gaan. Dus wat gaat de grens van de goudprijs zijn? Gaan we richting 70, 75 euro per gram. Dat is helemaal niet zo gek. Als je nu al ziet dat we nu al op de 67, nou ja, 66 hoog, dan zal die vandaag een beetje tussen fluctueren. Tussen 66,90 en 67,45. Dat is een beetje mijn verwachting wat de goudprijs vandaag zal gaan doen. Spannend is ook natuurlijk als vanmiddag Amerika open gaat. De Euronext is gesloten. AEX is dicht. Paasmaandag, hè, dat is tweede paasdag. De Amerikaanse beurs gaat wel open vanmiddag om 3:30. Dus het is wel interessant om te gaan zien wat er na 3:30 gaat gebeuren als Amerika ook open is. Mijn verwachting is eigenlijk dat de goudprijs mogelijk nog wel weer terug richting die 67,5 zou kunnen gaan. Maar ja, we zullen het moeten afwachten. Het is spannend. Maar ja, goud heeft dus weer een record verbroken, een nieuw record in de 67. En toont goud hiermee de zwakte van de financiële markten aan? Dat is dus de vraag. Dat is dus de vraag. Is het eindspel begonnen? Gaat de financiële markten gaan die crashen? Ik hoor wat signalen over banken die in Amerika weer aan het omvallen staan. Het is een spannende tijd. Het is economisch spannend, financieel spannend. Dus ja, eigenlijk wil ik, wat ik altijd zeg tegen jullie, blijf goud kopen. Ook als dat die goudprijs hoog staat, blijf vooral goud kopen. Bescherm je tegen een eventuele financiële crisis. Nou goed, het goud parkeren we voor nu even. Ik kom straks nog met een vraag naar jullie. Ik had jullie ook beloofd het over bitcoin en crypto te hebben. Ik moet zeggen dat afgelopen maanden mijn inzichten daar een beetje in veranderd zijn. Ik heb ingezien dat zowel bitcoin als crypto toch echt wel een asset is. En nou, toch wel een iets is van waarde. Vroeger klinkt dat zo stom. Een aantal jaren geleden heb ik wel eens geroepen van ja, het is een getal in een computer. En dat is het natuurlijk ook gewoon. Hè. Het is in principe gewoon een getalletje in een computer. Maar er zit een hele technologie achter. Een hele interessante technologie. En er zijn meerdere crypto coins met bepaalde ideeën en technologieën erachter. Die het toch best wel interessant maken in deze tijd. Hè, waarin we toch het een en ander toch wel digitaal aan het worden is. Daar hoort dan ook wel een digitale asset bij. En het is ook niet voor niets dat banken overwegen om een digitale valuta uit te brengen. Die hebben gezien dat dat heel interessant kan zijn. Nogmaals gezegd dat een asset is. Ik doe nu dus ritjes bitcoin. Hè, dat heb ik jullie in de vorige video al gezegd.
Ik koop in op het moment dat die laag staat. Ik verkoop hem weer op een hoog punt. En dan ga ik vervolgens weer braaf geduldig zitten wachten totdat hij weer wat lager is. Dat is nu een beetje lastig, want de laatste dagen schommelt hij een beetje zo rond de 465.000. Maar ja, misschien is dat wel het laagste punt voorlopig en knalt hij volgende week door naar de 80. Het leuke van crypto, aan de ene kant is het vervelend, aan de andere kant is het leuk. Het leuke van crypto is totaal onvoorspelbaar. Het kan alle kanten op gaan. En ik heb afgelopen week een YouTube-short gemaakt waarin ik dus vertel dat ik een coin heb waarvan ik denk dat die keer 6 en mogelijk zelfs keer 10 zou kunnen gaan. En daarbij had ik jullie een beetje in het ongewisse gelaten. Van ik ga niet vertellen welke coin dat is. En nou ja, die ga ik jullie nu wel vertellen. Ik heb een stukje Solana aangeschaft. En waarom ik die heb aangeschaft kan ik eigenlijk niet beargumenteren. Want ik ben geen crypto-expert. Het is een soort gevoel. Het is een soort onderbuikgevoel. Ik heb het gevoel dat deze coin wel eens heel ver zou kunnen gaan komen. En dat heeft hij ook laten zien. Afgelopen half jaar praten we over een rendement van 800%. Dat is natuurlijk best stevig. Sommige analisten zeggen, ja, hij heeft zijn stijging wel gehad. Maar ik weet niet. Ik heb hem gewoon gekocht. Ik heb een positie in Solana gekocht. En ik heb mijzelf de challenge opgelegd. Milo, jij koopt dat. En ik dwing jou het te laten staan tot en met kerst van dit jaar. Wat er ook gebeurt. Of die nou stijgt, zakt, uit zijn velletje knapt, maakt niet uit. Ik laat hem staan tot en met kerst 2024. En dan gaan we zien wat hij heeft gedaan. En dan ga ik met jullie communiceren. Ik kan wel zeggen dat ik hem gekocht heb. Hop, ik meen uit mijn hoofd 174 euro per Solana, per stuk. Momenteel schommelt hij zo rond tussen de 180 à 185, dus ik heb al een klein beetje rendement gemaakt. Maar ja, we gaan het zien. Ik hoop dat hij natuurlijk flink rendement gaat maken. 800-900% zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Maar ik hou jullie daar, zoals beloofd, over op de hoogte. Nog even over de goudprijs. We hebben het net wat uitgebreider over de goudprijs gehad. Hè, over een mogelijke crash op de financiële markten. Ik ben benieuwd wat jullie denken. Denken jullie dat dit het eindspel is? Dat dit het einde betekent van de euro en of de dollar? Laat mij het weten in de reacties onder de video. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op ons fantastische leuke YouTube kanaal. Zorg dat je geen enkele video mist. En dan wil ik weer zeggen, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.